Politieke partijen zijn net stervende olifanten, moeizaam zoekend naar een laatste rustplaats. Het zijn de woorden van D66-senator Jan Vis, uitgesproken aan het begin van deze eeuw. En het mogen duidelijk zijn, Vis vond partijen maar reliquieën. Met overheidssubsidie werd het boeltje nog in leven gehouden, maar eigenlijk was het niet veel meer dan monumentenzorg. Was Vis bedroefd daarover? Nee. Partijen ontsierden de Tweede Kamer, waar fractievoorzitters het commando voerden, terwijl het overgrote deel van de Kamerleden zich zonder mandaat achter een brede rug verscholen hield. De Kamer, vond Vis, was geen volksvertegenwoordiging, maar een partijenvertegenwoordiging. Nu was Vis niet de laatste die weinig op had met partijen, maar ook zeker niet de eerste. Een D66-lid van het eerste uur wees me op het essay over de afschaffing van alle politieke partijen van de Franse denker Simon Weil, geschreven in 1943. Partijen onderdrukten volgens haar het vrije denken van de individuele leden. En uiteindelijk had iedere partij maar één doel, de eigen eindeloze groei. Partijen waren mild despotische clubs waar je maar beter niets mee te maken kon hebben. En vandaag, anno 2020, tja, wie betwijfelde dat partijen linker soep kunnen zijn, kon de afgelopen week elk half uur zijn newsfeed refreshen voor nieuw bewijs. Maar daar moeten we ons ook weer niet door laten afleiden. Ook vandaag de dag staat partijpolitiek geregeld in de weg van goede politiek. En toch wil ik hier vandaag een lofzang houden op de politieke partij. Want ondanks alle terechte kritiek kunnen we eigenlijk niet zonder. Ze zijn de belangrijkste schakel tussen mensen en de instituties van de overheid. Partijen moeten gehoor geven aan de wensen van kiezers. En als ze verkiezingen winnen, moeten ze die wensen omzetten naar beleid. Maar dat niet alleen. Partijen zijn het platform om over politieke ideeën te discussiëren. Kijk naar de verkiezingsprogramma's die leden vaststellen. En ze zijn een manier om volksvertegenwoordigers en bestuurders te selecteren. Kijk naar de kandidatenlijsten waar we deze dagen op kunnen stemmen. Het is eigenlijk moeilijk om ons voor te stellen hoe we in onze moderne democratie zonder partijen kunnen. En ik kan u nu bijna horen denken. Gelukkig. Ik begon al af te vragen waarom ik naar een scherm tuur op mijn vrije zaterdagmiddag en zonder het vooruitzicht van de gebruikelijke borrel aan het eind. Maar dat neemt niet weg dat we aan de bak moeten. Als we willen dat partijen die functie vervullen van belangrijke schakel tussen mensen en politiek, dan legt dat een grote verantwoordelijkheid bij ons allemaal. En ik zie twee cruciale opdrachten. De eerste is dat wij een deeltjesversneller moeten zijn in het politieke debat. Want als partijen dat niet doen, laten we visies op de toekomst van Nederland over aan het operationele denken van planbureaus en ministeries. Vaak slim, maar zelden gedreven door waarde. En daarom is het aan ons om discussies los te maken. Aanjagers te zijn van de kwaliteit en de intensiteit van het democratisch gesprek. Binnen onze partij, maar zeker ook daarbuiten. Want als het luide debat in partijen een zacht gefluister wordt, ligt het gevaar op de loer van technocratisch landsbestuur. De tweede opdracht is het deel laten nemen van mensen aan politiek. 100 jaar lang waren partijen heuse emancipatiemachines. Ze betrokken in grote getalen mensen bij de politiek die er niet vanzelfsprekend mee in aanraking zouden komen. Maar die functie verdwijnt langzaam uit zicht. Leden van partijen zijn een steeds kleiner en steeds minder representatief gezelschap. Dat zo'n klein deel van de mensen een rol heeft, zorgt voor radicale ontevredenheid. Maar ook voor vervreemding en apathie. Een huidig D66-senator verzuchtte eens dat zijn vrienden de politiek aan hem hadden uitbesteed, zodat zij zich er niet meer mee hoefden te bemoeien. Dat moet voor iedere democraat een oproep zijn tot actie. Partijen moeten niet alleen mensen aan zich binden die goed willen worden in politiek, maar ook mensen die simpelweg een stem willen in de toekomst van dit land. Eindigen partijen als die oude, stervende olifanten op weg naar een laatste rustplaats, zoals Vis het zich ooit voorstelde? Ik denk het niet. Maar het is aan ons om te zorgen dat partijen hun legitimiteit behouden in een politiek bestel dat uiteindelijk niet zonder ze kan. Dank u wel.